voor een zware mishandeling als allereerst. En die jongen is blijkbaar bij een vechtpartij in coma geraakt. Ik heb hem uiteindelijk een klappen en trappen uitgedeeld. Toen kreeg ik ruzie met een man en haar, zijn dochter blijkbaar. En de man die stond een beetje irritant te doen. En weet ik het al niet neer te roepen. Kanker al getoond, dit en dit en dat. En ik heb natuurlijk al getoond zijn vrienden. Ja, hun reageerden natuurlijk op. En toen was het zover. Ik trok mijn wapen en ik richtte het op hen en ik laadde. En toen was er blijkbaar een meisje lijf. Die filmde dat. Ja, dat was ik goed op herkend. Welkom bij een nieuwe aflevering van Jailtime. Zoals je ziet, zit ik in de auto samen met Alwin, de cameraman. We zijn namelijk onderweg naar Langweer. Wij gaan namelijk op zoek bij Ruben. En Ruben is natuurlijk in de vorige aflevering al aan bod gekomen. Nou, hij heeft in ieder geval zijn rechtszaak gehad. En er zijn heel veel dingen gebeurd. En daar gaan wij het in deze aflevering met hem over hebben. Nou Ruben, daar zijn we weer. Ja. Een paar weken verder is het. En mensen hebben natuurlijk in het voorfilmpje gezien wat er allemaal met jou gebeurd is. Je hebt voor moeten komen. Mm-hmm. Wanneer was dat en hoe is het gegaan? Was vorige week woensdag 18 juli. Ik moest eerst om 11 uur voorkomen. Dat liep allemaal een beetje uit. Dus 12 uur begon de rechtszaak. Hun zaten er, de slachtoffers. Slachtofferhulp zat er, mijn reclassering zat er. En ja, het begon al rommelig. Het werd allemaal op mij geschoven. En hun fouten werden niet verteld aan hun. Er werd niks meegedaan. De bedreigingen naar mij. Ja, er werd ook niks meegedaan. Omdat ik daar zelf geen aangifte tegen had gedaan, omdat ik het niet nodig vind. En toen op een gegeven moment hoorde ik hun antwoord. En begon mijn vader begon te huilen. En ja, ik vond het een beetje een toneelstukje van hem. Dat ik weet wie man is. En ja, ik dacht van, kan niet. Je kunt hier niet om gaan huilen. Ze deden alsof het hun hele leven in berouw was en over de kop was. Ja, ik geloofde er niks van. Dus ik wou geen spijt betuigen. Ik heb mijn woordjes gedaan, hun hebben hun woordjes gedaan. En toen hoorde ik dat de officier 23 maanden eiste. Of nee, de officier eiste minder trouwens. 14 of 15 maanden eiste die. Uit mijn hoofd, ik weet niet zeker. En toen hij eiste ook 7700 euro schadevergoeding. En nog wat erbij, voor mijn benzinegeld was dat. En natuurlijk slachtoffer schadevergoeding. En toen hoorde ik de rechter dat hij ermee akkoord ging. Ja, dat was heel slikken. En toen zei hij dat de slik was gesloten. Dus ik dacht, nou, ik mag nu naar huis. Ik mag mijn straf afwachten. En toen ging ik had ik al bedacht om naar een hoger beroep te gaan. En toen ineens zag ik 54 agenten bij de deur eruit gaan. Zeg maar, je hebt een deur. Dat gaat zeg maar rechtstreeks onder de rechtbank van die cellen. En ineens werd ik aangehouden. En ik kom mee. En ik snapte er niks van, mijn advocaat snapte er niks van, reclassering snapte er niks van. En toen ben ik een verzekering gesteld, een paar uur later. En toen werd ik overgebracht naar de jeugdgevangenis. Ik vond daar raak aan de jeugdgevangenis ging. Ik werd met 19 natuurlijk, ik snapte er ook niks van. En toen op een gegeven moment, word ik in mijn cel, twee dagen later. Ik had eerst twee dagen had ik alle beperkingen. Dat houdt in dat je 23 uur op cel bent, 1 uur buiten. En je mag geen bezoek, geen contact, eigenlijk helemaal niks. En dat vond ik wel raar dat ik dat kreeg. En toen sprak ik met mijn advocaat. En ze denken dat ze worden verdenken van veel meer dingen. En zijn ze nu aan het onderzoeken. Met voor mijn gevoel en mijn advocaats gevoel. Maar het raar is dat mijn hechtenis geschorst is. Dat ik 14 dagen hechtenis. Tot mijn hoger beroep zou voorkomen, want dat moet eerst onherroepelijk gemaakt worden. Of niet. Nou, ik ging maar een hoger beroep had ik ingediend natuurlijk.
Dus dan moet je 14 dagen wachten tot je weer voor een andere rechter komt. En mijn dinsdag hoorde ik dat ik vrij gehad werd met een enkelband. Nou ja, ik vond het al raar. De advocaat vond het vreemd. Dat het goedgekeurd werd. Nu ineens heb ik nog steeds geen brieven waarin ik moet voorkomen. Ik denk meer dat het... dat ze met veel meer dingen mijn verdenken van, zeg maar. En er zijn meer dingen? Ja, er zijn zeker heel veel dingen. Afpersing, drugshandel. Het zijn wel niet heel veel dingen, maar het zijn wel twee dingen waar je heel lang voor kan krijgen als dat bewijzen. Ja. Dus ja. Hey, jij zegt trouwens dat je 14, 15 maanden had gekregen van de officier van justitie. Ik weet dat we hebben van tevoren natuurlijk even gepraat, heel kort. Jij zei iets dat je eigenlijk 23 maanden hebt gekregen van de rechter. Ja, de rechter heeft 23 maanden. Vond 14 tot 15 maanden vond hij te weinig in zijn ogen. Ja. Omdat ik natuurlijk al strafblad had. Ik heb natuurlijk al een zwaar delict, heb ik al voor gezeten. Nou ja, en ik vond het raar. En dat was 7 maanden... Een proeftijd van 7 maanden, dus dat gaat van 23 maanden, zoals je zei, gaat 7 maanden vanaf. Ja, dus ik vind het een te hoge straf. Maar want je vindt wel dat je die straf verdient? Ik verdien wel straf, tuurlijk. Het is iemand een pistool bedreigen en je pistool nageladen, ja. Kan niet, klaar. Dom. En waar mik je zelf op? Ik hoop 15 maanden. Dan gaat natuurlijk een proeftijd van 7 maanden, dus ja, dan kom je op 8 maanden uit. Ik hoop daarop. Je hebt natuurlijk een paar dagen vastgezeten al. Ja. Heb je precies vastgezeten? 6 dagen. En waar heb je precies gezeten? Jeugdgevangenis in Veenhuizen. Je vertelde net al dat jeugdgevangenis een beetje apart is. Ja, nou, kijk, ik ben 19. En ik heb in jeugdgevangenis gezeten en ik heb in een normale PI gezeten. Toen ik 18 werd, werd ik ook gedaan aan een PI. En ik vond het eigenlijk aan de jeugdgevangenis werd gebracht. Heel raar, maar ik ook niet met het jeugdstrafrecht werd berecht. Ik werd volwassen berecht. Dat neem je ook aan dat je naar de PI gaat natuurlijk. Maar ik werd in de jeugdgevangenis gebracht. Maar had je nou ook de privileges daar van een jeugdgevangene? De eerste 2 dagen natuurlijk niet. Dan had ik alle beperkingen. Maar daarna, ja wel. Dat wel. Nou, Ruben, dan heb je een enkelband. Hoe zit het met straf nu op dit moment? Dat weet ik nog steeds niet. Ik weet ook niet of ik daarvoor bijvoorbeeld de rechtszaak duurt al 2 maanden. Weet ik ook niet of die enkel band voor mijn straf afgaat natuurlijk. Dat weet ik echt niet. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik denk dat het gewoon is voor vluchtgevaar. Ja, maar kijk, zij hebben ingezien op mijn rekening. Nou, ze kunnen ze gelijk zien hoe geld erop staat. Ja, dat is gekke werk. Dus ze zien wel dat ik de mogelijkheden heb om te vluchten. En ook de dingen waar ze me waarschijnlijk van verdenken. Ja, geven ze me enkel band. Ik had een tijdslot. En een plaatsverbod. En sinds vandaag is natuurlijk mijn huisslot is eraf gehaald. Dat vonden ze niet nodig. Ik mag alleen niet in Groningen komen. Niet in Brabant komen. En niet in Utrecht komen. Wat mag je allemaal doen met die enkelband om? Ik mag eigenlijk bijna alles doen. Ik mag alleen in bepaalde gebieden hier komen. En ik mag gewoon zwemmen tot aan mijn 5 meter diep, dan je gaat naar 5 meter diep. Ik moet wel 3 uur per dag opladen. Dat is wel iets kut, zeg maar. Maar dan moet je letterlijk dus aan de muur zitten? Ja, zit je letterlijk even echt aan de muur vast, ja. Ja, ik voel me zo met een hond. Hey, en hoe zit het met, als je buiten loopt, kijken ze niet een beetje raar, zo van... Ja, wie is dat nou weer met die enkelband om? Ja, dat kijk je heel raar. Ik word geweigerd op terrassen. Hij wordt aangekeken alsof ik een hele zware crimineel ben. Maar? Ja, maar ja, dat weten natuurlijk die mensen niet. Maar die hebben eigenlijk alweer een snel oordeel. Dus ja, het is wel jammer dat iedereen ontwijkt je natuurlijk. En overal waar je gaat, durven ze bijna geen woord te zeggen. Weet je, normaal als je snel op het einde is afrekend. Dan zeggen ze nog fijne dag en dan is het heel veel zeggen doei. Zo van, ja, zijn wel, het wekt wel angst bij mensen op. Wel heel vervelend. Vind je het zelf niet... Ja, geef ze gelijk daarin? Ik geef ze wel gelijk in, natuurlijk. Maar ik geef ze niet gelijk om gelijk een oordeel te maken. Ja, het probleem is natuurlijk dat je niet... Hè? Ik zou ook denk ik wel raar... Nou, hé, wat heeft ze gedaan? Want dat krijg je niet zomaar. Nee, natuurlijk niet. Dat krijg je niet voor een diefstal natuurlijk. Er moet wel wat aan de hand zijn natuurlijk.
Ja, dat weten natuurlijk mensen gelijk dan ook. Weet je, ziet dat, maar kijk, nu zien hoe vaak zie je dan een jongen met een enkelband, dat valt gewoon heel erg op. En ook op televisie zie je bijvoorbeeld Holleder enkelband, weet je, zulke soort typetjes, wat je snel vergelijkt met ja, zware crimineel natuurlijk. Het feit blijft wel natuurlijk dat je wel wat dingetjes gedaan hebt. Ja, ja, dat klopt zeker. Ja. Ik praat ook al niet goed hoor. Alleen van de afpersingen praat ik wel goed. Dat zijn pedofielen. Nee, ja, die pers ik af. Heel veel. Ik kan gewoon niet zo over zulke mensen. Nou, we gaan het zien de komende maanden voor je. Klopt. Nou, het zou tof zijn in ieder geval als je in ieder geval uit de gevangenis komt. Want hoe dan ook ga je wel zitten. Dat is wel duidelijk. Dat we nog een keertje met je kunnen praten. Mm-hmm. En mogelijk eventueel in de gevangenis zelf. Wij gaan in ieder geval contact houden met elkaar. Ja. En ja, gewoon jou volgen. In alles wat je doet. Ja. En nou, in ieder geval succes met de rechtszaak verder. Dankjewel. En we spreken elkaar weer snel. Ja, komt goed.